Welkom bij Onze Haven met vandaag. Bijen werken als natuuronderzoekers in het havengebied. We hebben weer een historische raadplaat. Waar is dit? Maar eerst zien we hoe oude boorplatforms een tweede leven krijgen. Nou ja, zo ziet het er dan uit als die binnenkomt. Hij heeft natuurlijk al een heel leven op zee achter de rug. En aan ons dan een schone taak om er wat moois van te maken. Als je bij Vlissingen het havengebied binnenkomt, zie je ze direct overal bovenuit steken. Deze metalen torens. Het zijn oude boorplatforms, die hier in feite worden gerecycled. Ze komen uit zee, maar gaan straks ook weer terug. Als Holland Shipyards hebben wij 2 scheepswerven in Nederland. We zijn 2,5 jaar geleden samen met Dickstone Shipyards aan een avontuur begonnen hier in Vlissingen. Wat we doen is het ombouwen van booreilanden, zoals je ze hier voor de wal ziet. Dit zijn oude booreilanden die we ombouwen naar nieuwe toepassingen. Dus we proberen hier op een duurzame manier deze eilanden een tweede leven te geven. De booreilanden die hier een nieuw jasje krijgen, komen vanuit de hele wereld. So in 1 month's time, the conversion project of the platform behind me will be completed. The structure will be completely lowered in the water. So for that the hull goes down and the legs goes up. Tugboats will come to tow that platform that is floating by itself. They will tow the platform to its final destination offshore UK in the North Sea. When it reaches its final destination, the hull will go up again. And after that, we will enter in the operation phase of this platform with crew on board, about 20, 30 people on board operating that platform every day. Hey. Vlissingen is voor ons echt een perfecte uitvalslocatie voor deze markt. Je hebt hier gewoon verschrikkelijk veel ruimte, je zit kort op de zee, je bent zo buiten. Je hebt hier te maken met een organisatie die groeit, je zit in een regio die groeit. Je hebt te maken met Noordzeeport, die als organisatie ook heel constructief in de wedstrijd zit. Dus voor ons alleen maar pluspunten. Waar is dit? Dit is de Sint-Agnetebrug aan de rand van het centrum van de stad Gent. Deze foto is uit 1969 en we aanschouwen hier een historisch moment. Het schip die we zien is namelijk het allerlaatste goederenschip dat door het Gentse centrum voer. De haven van Gent ontstond in de middeleeuwen in het midden van de stad. Vanaf de 19e eeuw verplaatste de haven zich steeds meer naar het noorden. Maar pas ver in de 20e eeuw verdween dus de laatste havenactiviteit uit het centrum. De Westerschelde is niet alleen de toegangspoort tot onze haven, het is ook een uniek natuurgebied. En net als in veel andere gebieden in Nederland en België staat de natuur ook hier onder druk. Dat zien we in het aantal insecten. Insecten zijn een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een gebied. En insecten zijn de afgelopen decennia in Nederland met 75% afgenomen. Nou, een van de soorten die het zwaar heeft is de bij. Van de 360 verschillende soorten in Nederland dreigt de helft te verdwijnen. Daarmee staat ook gelijk de voedselproductie onder druk, want bijen zijn belangrijke bestuivers van landbouwgewassen. En ook de veerkracht van de natuur heeft eronder te lijden. Verschillende natuurorganisaties werken nu met Noordzeeport samen om de natuur in dit gebied te behouden en te herstellen. Alleen dan kan de haven zich ook op een verantwoorde manier ontwikkelen. En daarom zijn we dus begonnen met een eerste project, biomonitoring, waarbij we met behulp van bijen gaan kijken in een gebied van Noordzeeport hoe het ervoor staat met de biodiversiteit. Die bijen die verzamelen pollen en die gaan we gedurende een jaar lang 4 keer analyseren. Dus we krijgen ieder kwartaal inzicht in wat is nu eigenlijk de diversiteit van de vegetatie op die specifieke locatie. En met die informatie kunnen we dus maatregelen gaan nemen om de biodiversiteit in dat gebied, maar ook in andere gebieden langs de Westerschelde te gaan verbeteren, te versterken, te vergroten. Ja, daarbij kan je denken bijvoorbeeld aan het veranderen, aanpassen van het maaibeleid of ervoor zorgen dat er condities ontstaan waarbij bepaalde vegetatie ook kan gaan voorkomen of dat je dat actief aanplant. Jurgen Karels stuurde ons een prachtige serie, geschoten bij de Reede van Vlissingen. Heb jij ook mooie foto's of filmpjes uit de haven? Mail ons. Tot slot nog de raadplaat voor de volgende keer. Weet jij waar dit is?
Tot over 2 weken.